Burgemeester Beenakker heeft vrijdag 22 april de beweegtuin van Tiel officieel geopend. Dit is een van die hele mooie burgerinitiatieven in onze gemeente. En dan een beweegtuin voor ouderen is ook nog uniek in het land. Er zijn er wel een paar, maar niet heel veel. Dus ja, fantastisch. Vanuit de 60-plussers samen met de wijkvereniging. De beweegtuin is een initiatief om bewegen laagdrempelig en toegankelijk te maken voor een grote groep inwoners van de stad. Dit project gaat over gezondheid. Hoe kunnen we met z'n allen Tiel gezonder maken? Gezondheid is heel belangrijk. Het bepaalt of je kan werken en of je kan sporten, of je erop uit kunt, of je vrijwilligerswerk kan doen, mantelzorg. Gezondheid is ook iets heel groots en breeds. Het heeft te maken met voel ik me lekker in mijn vel, met sporten, met gezonde voeding, met bewegen en met gewoon lijfelijk je fit voelen. Nou zijn er in Tiel heel veel sportverenigingen waar je prima terecht kan. Maar er zijn veel meer dingen in de wijk en in Tiel waar we mee bezig zijn. Samen met inwoners kijken we of er activiteiten te organiseren zijn die te maken hebben met je gezond voelen. Bijvoorbeeld zwemmen voor vrouwen of sportactiviteiten voor kinderen. Deze beweegtuin die hier nu is. Maar ook kookworkshops die we houden met gezonde voeding. We willen heel Tiel gezond hebben. En daar hebben we u voor nodig. En wij vragen u dan ook als u ideeën heeft op het gebied van gezondheid of je gezond voelen in uw wijk, die in uw wijken uitvoeren zijn, of u dan contact met mij op wil nemen. En dan kijk ik samen met u hoe we dat het beste vorm kunnen geven. Dus bel of mail. De beweegtuin is alle dagen geopend van 9 uur 's ochtends tot 5:30 en maandag, woensdag en donderdag tot 10 uur. Op zondag is de beweegtuin gesloten. Tinny van den Berg zal gedurende een jaar op vaste tijden aanwezig zijn in de beweegtuin. Ze zal laten zien hoe de toestellen te gebruiken zijn en wat met elk toestel mogelijk is. De instructietijden zijn op woensdagochtend van 11 tot 12 en op donderdagavond tussen 6:30 en 7:30.